Inmiddels 6:03. Anders dan anders, lieve mensen. Normaal doen we het om 5:00. Maar vandaag voor, hoge uitzondering. Omdat minister Niels Soeklaal een druk leven heeft. Heeft een drukke job. Ondernemer. En dus moet hij de centjes zelf verdienen. En daarom is hij heel zuinig met zijn tijd. En op zijn verzoek dus het gesprek niet om 5:00, maar wel om 6:00. We gaan de komende minuten met hem in gesprek. En we staan stil bij de perikelen in Suriname rondom SLM, waar veel om te doen is. En het Openbaar Ministerie zou de aangewezen partij moeten zijn om de zaak uit te zoeken. Wat er daar precies gebeurd is en moeten beoordelen. Of er juridisch gezien strafrechtelijke vervolging moet plaatsvinden of niet. Hè. En wat ik begrepen heb, is dat ook zo dat het Openbaar Ministerie inderdaad die kwestie onder de aandacht heeft. Maar parallel daaraan heeft de president ook gemeend de zaak uit te laten zoeken, te onderzoeken. En dat door een team van onderzoekers bestaande uit 2 personen. Te weten de heer Ron Wijnsteker en meneer Mahinder Segubin. En meneer Soeklaal schreef daarop een column en daarop zegt hij: onderzoeksteam SLM keurt haar eigen vlees. Nou, begrijpt u dat de wenkbrauw gaan fronsen? En ik begrijp wat hij bedoelt, maar daarover gaan we nu met hem in gesprek. Meneer Sunil Soeklaal, goedenavond, welkom in de uitzending. Goedenavond, Fred. Goedenavond, luisteraars in Nederland. Dat is heel lang geleden dat wij een praatje hebben gemaakt, niet? Dat klopt, lang geleden is dat. Ja, we hebben toen na de verkiezingen veel gepraat. Het was aanleiding daartoe, want jij kwam met kritische columns over de ontwikkelingen van dat moment. En dat was de reden dat wij met jou ook in gesprek gingen daarover. En daartussen was er dan even natuurlijk niet veel uitdagends. Om toch wel een gesprek met jou te voeren. Maar dit is weer een onderwerp, een issue waar we zeker bij stil moeten staan. Want jouw kop spreekt boetdelen. Het onderzoeksteam SLM keurt haar eigen vleesoneel. Laten we daarmee beginnen. Kun je ons uitleggen hoe je... het is eigenlijk een conclusie van het hele verhaal. Kan je ons daarin meenemen? Ja, ten eerste de personen die daarin zittingen hadden. Ja. In die onderzoekscommissie. Ja. Daar stuit het al. Ja. Daar wringt de schoen al. Ja. Het gaat niet om de personen zelf, maar hun functie. Het hoofde van welke functie ze daar zitting in hadden. Ja. Ten eerste RVC-lid Mahinder Segubin. Ja, spreekt al voor zich. RVC-lid van SLM. Je kunt nooit een onafhankelijk onderzoek starten. Je kunt nooit onafhankelijkheid bewaren. Althans, als je dat ook kunt, heb je de schijn tegen zich. En je moet nooit die schijn tegen zich willen hebben. Ja. Dat moet je nooit willen. Duidelijk. Want anders krijg je dit soort columns, anders krijg je dit soort gesprekken. Ja. Ja. Want bedoel je te zeggen dat hij deel is geweest van het probleem? Ja, hij is onderdeel van het probleem. Hij is RVC-lid. De hele RVC kijk ik ook erop aan. Ja. Als het om SLM gaat. Ja. Niet alleen de directie. Nee. Niet alleen de aandeelhouder. Ja. De hele keten is aansprakelijk. Inclusief de RVC. Ja. Ja. En als je onderdeel bent van het probleem, dan kan jij niet onafhankelijk, objectief, doen aan waarheidsvinding. Klopt. En we weten ook dat van de Raad van Commissarissen... Ja. Ook ter discussie is op dit moment. Ja. Men trekt die rol van de RVC-leden in twijfel nu op. Wat hebben jullie zitten doen? Hebben jullie zitten slapen? Hebben jullie de andere kant zitten opkijken? Ja. Dus hun rol hierbij is ook ter discussie. En dan ga jij als lid van die RVC ook nog een onderzoek verrichten. Nee. Ja. Je hebt alles geen tegenzicht, meneer Segubin. Sorry. Ja. Ja. En dan hebben we registeraccountant, of gepensioneerde registeraccountant, de heer Ron Wijsteker. Ja. Die behoort tot de diaspora-fonds en kapitaalclub van Robbie Makka. Waarbij Robbie Boendi ook bestuurslid is. De rol van Robbie Boendi is ook ter discussie op dit moment. Ja. Met betrekking tot de aankoop van het bedrijfspand in Rotterdam. Ja. Maar... Robbie Boendi wordt ook in verband gebracht. En dat Ron Wijnsteker en Robbie Boendi tot dezelfde club behoren. Ja,
En is Wijnsteker ook adviseur van de president? Ja. Ja. Adviseur van de president. Ja. En verder, maar ik wil vooral de link leggen tussen Robbie Boendi en Ron Wijnsteker. Ja. Die behoren, want Ron Wijnsteker is de onderzoeker. Ik heb het nu gemunt op de onderzoeker. Ja, duidelijk. Ja. Dus Ron Wijnsteker en Robbie Boendi behoren tot dezelfde club. Ja. En waarbij de rol van Robbie Boendi ook ter discussie is op dit moment. Ja. Of punt van bespreking. Ja. Ja. En dus waarbij ook de aankoop van het bedrijfspand van SLM te Rotterdam ook in verband wordt gebracht met Robbie Boendi. Ja. En uitgerekend, uit diezelfde club gaat iemand nou dat onderzoek verrichten. Ja. Men heeft weer, ook in dit geval van de heer Ron Wijnsteker, heeft men de schijn tegen zich. Ja, en vooral als registeraccountant, man. Ja, ja, duidelijk. Dat je vooral van, moeten weten van wanneer er wel en niet de schijn tegen zich kan ontstaan. Ja, duidelijk. Sunil, jij positioneert beide personen duidelijk. Maar goed, ze zijn gevraagd door de president om dat onderzoek te trekken en te doen. Het zijn toch afhankelijken van een machtige president. Hè? En Segobin zal moeilijk nee tegen meneer Santoki kunnen zeggen. En waarschijnlijk meneer Wijnsteker idem dito, omdat ze allemaal toch wel belangen hebben. Had meneer Santoki niet op dat punt wat zorgvuldiger moeten zijn? Beide partijen. Ik zal Santoki niet eruit halen, maar meneer Segobin en meneer Wijnsteker ook niet. Ja. Je hebt een individuele verantwoordelijkheid. Ja. De heren Segobin en Wijnsteker hadden moeten kunnen weten dat ze de schijn tegen zich zullen hebben. Ja. En dat het onkan is dat zij dan zitting nemen in zo'n onderzoekscommissie. Ja. De president daarentegen, of niet daarnaast, de president, die had ook kunnen weten van, hé, als ik deze jongens in de onderzoekscommissie ga plaatsen, dan krijgt de onafhankelijkheid een flinke deuk. Dus laat me iemand anders zoeken die wat onafhankelijker is en die ver van de zaak afstaat, van de zaak staat. Ja, ja. Hij had gewoon iemand van de klad, of de klad als instantie daarop kunnen zetten. Ja. Of hij had gewoon mensen van andere politieke partijen, of van de vakbond, of waar dan ook. In ieder geval mensen die niet tot zijn kringen behoren. Ja. Had hij daarmee kunnen zetten. Dan daarmee had hij de geloofwaardigheid, overeind gehouden. Had hij niet ter discussie gesteld. Ja. Klopt, dan was deze column overbodig geweest. Nee, precies. Sunil, dat de president deze keuze maakt, verbaast het jou? Ik weet niet of het mij moet verbazen. Ja. Kijk, ik neem in deze Robbie Makka ook kwalijk. Ja. Sorry dat ik hem hierbij bespreek, is niet mijn bedoeling. Ja. Maar ik weet dat Robbie Makka, Mahinder Segobin, Ron Wijnsteker, president, ook tot één clubje behoren. Ja. Robbie Makka had deze jongens tenminste kunnen beschermen. Ja. Van jongens, doe dit niet. Ik weet niet of hij dat gedaan heeft. Ja. Dus met excuses naar Robbie Makka toe moet ik deze stelling hier poneren. Het kan zijn dat hij gedaan heeft. Ik weet het niet. Ja, ja, ja. Ja, dus ik wil niet te veel over hem hebben, want het is best mogelijk dat hij gedaan heeft. Ja. Maar zijn er geen mensen in hun kringen geweest die hun erop gewezen hebben? Ja, zou dat niet het geval zijn? Zullen er geen mensen zijn die vanuit die omgeving van de president en van meneer Wijnsteker en van meneer Segobin de vinger hebben opgestoken van jongens wat jullie nu gaan doen? Dus het kan, het is best mogelijk. Het is best mogelijk dat Robbie Makka dat ook gedaan heeft, zal hebben hoor. Ik weet het niet. Ja. Misschien kan je Robbie Makka een keertje in de uitzending halen en vragen van Rob, hoe is dit aan toegegaan? Ja, maar is dat niet te veel? Heb je vrienden daarbij geprobeerd te beschermen of niet? Ja. Want als je Segobin en Wijnsteker beschermd zou hebben, zou je hun erop gewezen hebben van jongens, doe dit niet. Ja. Het gaat tegen jullie werken. Ja. Maar het zou fijn zijn als je hem een keertje in de uitzending haalt en hierover vraagt. Ja, nee, duidelijk, zeker. Maar... En de president had deze jongens ook moeten beschermen. Ja. Primair ligt daar die verantwoordelijkheid. Hè? Ja, en als het erop zal aankomen, zal hij ze als een baksteen laten vallen. Ja, maar duidelijk. Hè? Als het erop aankomt, hebben we gezien in de praktijk, hè, dat hij dan die mensen gewoon als baksteen laat vallen. Maar Sunil, ik heb inhoudelijk jouw verslag gelezen, hè, jouw verhaal.
En dat komt erop neer dat het toch wel alles in zich heeft. Van het wegpoetsen van allerlei zaken die tegen de personen in kwestie die betrokken zijn in dat SLM-debakel. Dat had de president waarschijnlijk ook als voorgenomen opdracht misschien ook meegegeven. Dat was zijn wens om dat als uitkomst te hebben. En dan kiest hij dan niet voor een onafhankelijke accountant, niet voor een onafhankelijke tweede persoon, maar voor iemand die bereid is toch wel het verhaal zo te maken zoals hij dat zou willen. Zit daar niet alle schijn van in? Ja, kijk, die onderzoeksvragen, ja, die zijn in mijn ogen verkeerde onderzoeksvragen. Ja. Als ik zeg Fred heeft gestolen, kan ik een onderzoeksvraag zodanig opstellen dat de vraag wordt, heeft Fred terecht dat ding uit de winkel gepakt? Ja. Snap je? Zo, ja. Dan haal je die hele lading ervan weg, van ja, diefstal. Ja. Ja. Is een voorbeeld hoe je een onderzoeksvraag met die onderzoeksvraag al kunt manipuleren. Ja. Ja. En wat ik constateer is dat met die onderzoeksvragen eigenlijk juist de handvragen die er aanwezig zijn, ja, die zijn gemanipuleerd. En de uiteindelijke uitslag is dan ook een gemanipuleerde uitslag vanwege gemanipuleerde onderzoeksvragen. Ja, ja, ja. Een van de vragen was, ja, althans, dat is de vraag die leeft in de samenleving. Is er wel of geen sprake geweest van belangenverstrengeling tijdens kantoor Bisser Legal BV? Dat is een van de vragen die er leeft. Ja. Men heeft dat niet onderzocht. Die vraag men heeft alleen onderzocht of er sprake is van nepotisme naar al die andere kantoren. Hè. Even kijken hoeveel kantoren waren. Ja. Best Advocaten, Nieuw Amsterdam, OSK, White en Kees, Burt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, een hele bataljon aan advocaten die allemaal diensten verleenden voor meneer Bisser. Die uiteindelijk de bijdrage leverde aan de totstandkoming van het eindproduct, wat dat ook mogen zijn. Ja, ja, kijk, deze zaak, voordat het aan het rollen is gebracht, voordat dit ding in de media is gekomen, was ik al op de hoogte. Ja. Dit gebeurde daar. Jij wist al. Ik wist het al. Ja, ja. Want en toen ben ik gaan speuren in dat geheel. Ja. Van wat is er nou aan de hand? Ja. Ja. Ruim 2 maanden vooraf wist ik het al. Ja. En toen werd mij gezegd van hij krijgt wel geld, maar het is niet voor hem. Hij betaalt de advocaten daarmee. Ja. En toen heb ik de zaak laten rusten. Van oké, als je de advocatenbureaus daar, advocatenkantoren daarmee betaalt, oké, niks aan de hand. Prima. Ja. Totdat ik zag van, hé, het is niet zo. Ja, hij betaalt niet de advocatenkantoren daarmee, zeg jij? Dat weet ik niet. Nee, maar dat je zegt totdat je wist dat het niet zo is. Ja, ik zie dat hij het ontvangen heeft. Rechtstreeks vanuit de SLM naar hem overgemaakt is. Op zijn rekening. Hè? Hij is de ontvanger, dus het is niet aan derden uitbetaald. Juist. En we hebben nergens gezien dat hij doorsluist naar al die groepen mensen die genoemd worden. Juist, dat heb ik nergens gezien, maar dat had deze onderzoekscommissie had dat moeten uitzoeken. Of dat zo is of niet. Ik heb daarover nergens iets gezien. Nee. Sorry. Ja, nee, dus, of hij wel daarmee doorbetaald heeft naar de andere kantoren, weet ik niet. Ja. Ja, er is geen bewijs voor. We hebben alleen maar die afschriften waaruit blijkt dat vanuit SLM gelden naar hem persoonlijk zijn overgemaakt. Hè? Ja. En verder heeft meneer Bisser ook niet het tegendeel uiteindelijk aan de media gedeeld van kijk, dit is het verhaal. Het is wel aan mij betaald, maar ik heb het aan anderen doorbetaald. Hè? Dat is dat. En in een range van periode van maart tot en met juli. Daar had toch wel iets van bewijs moeten liggen. Waaruit zou moeten blijken dat hij inderdaad wat hij zegt waar is. Ja, kijk Fred, ik heb niet de stijl om dingen te roepen waarvan ik geen bewijs heb. Ja. Ik heb geen bewijs dat hij de andere advocatenkantoren betaald heeft. Ja. Het enige bewijs wat ik wel heb, is dat hij betaald is. Ja. En het is aan hun nu om dat te ontkrachten. Ja. Jammer genoeg heeft de onderzoekscommissie dit niet meegenomen in hun onderzoek. Ja, in hun onderzoek. Dat is de kans voor hun. Ja. Ik las in dat stuk dat jij zei van dat jij al begin toch wel tot de conclusie was gekomen hè, dat dit niet deugt vanwege een uitspraak die meneer Wijnsteker gedaan zou hebben.
Wat was de uitspraak die hij publiekelijk gedaan had? Nou, voordat hij dingen onderzocht had, had hij al geroepen, niks no fout. Ja, en precies daar haal je je geloofwaardigheid weer onderuit, man. Precies. Want je precies kunt, daar. Ja, ja dat, daarmee geef je het eindpunt al bij het begin aan, hè? Ja. Je hebt niks onderzocht, maar je roept al niks no fout. Ja. Nou, ja. Als registeraccountant, hou je even op de vlakte op dat moment. Van jongens, ik kan geen uitspraken doen. Ik moet eerst onderzoeken. Ja. Maar goed, van een man van dat formaat, hè, meneer Wijnsteker is gepensioneerd, ik neem aan. Ik ken zijn historie niet, ik weet niet waar hij allemaal nog meer gewerkt heeft. Maar is dat ook een product van zeg maar lijnen vanuit meneer Bundi naar de president? Dat hij uiteindelijk een rol in de ambtelijke organisatie heeft gekregen als adviseur? Dat weet ik niet, Fred. Kijk, het lijkt, dit is een suggestie wat ik nu ga zeggen. Ja, maar goed. Ik zie een trend van, ook bij regering Wouters zag ik die trend, dat mensen met een respectabele achtergrond, of een respectabele staat van dienst, dingen begonnen te roepen, waarbij ik dacht van, hoe geloofwaardig zijn jullie nog? Dus het moment dat je omgaat met een bepaald clubje, op een gegeven moment wordt je denkwijze hetzelfde. Ik heb toenmalige minister van Dijk, Jennifer van Dijk Silos, van wie ik les gehad heb op de ADEC in Suriname, heb ik dingen horen roepen waarbij ik dacht van nou, mevrouw Silos, dit heeft u ons niet geleerd op de universiteit. Ja. U verkondigt nu iets anders, totaal iets anders dan wat u ons geleerd heeft op de universiteit. Ja. Dit is een voorbeeld. Ja, duidelijk. Ja. Ja, ook in die case van Boutersen, van de Amnestiewet en dergelijke. Toen heeft mevrouw Silos ook heel frappante uitspraken gedaan. Ja. En zo, dit is een van de voorbeelden. Het moment dat je omgaat constant met dat clubje, wordt je denkwijze ook een beetje besmeurd en besmet. En dan ga je ook in diezelfde richting denken. Hetzelfde zie ik hier ook bij deze regering gaande. Ja. Mensen zijn niet kritisch naar hun leider toe. Nee. Mensen beschermen elkaar niet. Nee. En mensen beginnen op dezelfde manier te denken, zoals de rode draad is in die kring. Ja. Zo zal het hier ook aan toegegaan zijn. Ik sluit niks uit. Het is een suggestie hè, wat ik hier doe. Ik weet niet of dat zo is. Maar ik zie wel die lijnen. Zonder mensen bij naam te noemen. Maar het kan zijn dat meneer Wijnsteker ook in die rode draad van datzelfde clubje is blijven hangen. Ja. En dan ook op dezelfde manier denkt, zoals die hele club daar denkt, van niks no fout. Ja, en we gaan vooraf dingen al zeggen, het is niet niks no fout. Ja, dat kan niet. Ja, ik ben wel de zaak grondig onderzocht. Ik bedoel, okay, laten we even toch wel dat punt van belangenverstrengeling en dat daarmee de schijn van partijdigheid is gewekt. Even buiten beschouwing laten. Wijnsteker en Sjokobin, die gaan met de beste bedoelingen dat onderzoek doen. Dan willen ze waarheidsvinding doen, Sunil. Op grond van, bedoel, welke wettelijke kaders, hè, welke zaken heeft men gepoogd feiten op tafel te krijgen, dat te toetsen met elkaar en dan de conclusie trekken van oké, wat we zo zien, afgezet is tegen wet en regelgeving, is hier niets aan de hand. Hebben ze daar die toetsing gedaan, zoals jij dat kunt zien? Nee, helemaal niet. En dat is het meest kwalijke van het hele onderzoek. Ja. Want er wordt geroepen, men heeft in strijd met de wet gehandeld. Ja. Schrotto de man. Ze hebben in strijd met de wet gehandeld. Ja. Je kan schrotto allemaal zomaar. Ja. In de koe eerst. Ja. Of het wel of niet terecht was. Ja. Ja. En dat onderzoek hebben ze helemaal niet verricht. Ja. Ze hebben alleen gezegd, ze zeggen het volgende. Ja. Het cluster van ministers werd gezamenlijk bevoegd en door de regering gemachtigd om alle besluiten te nemen die vallen binnen de bevoegdheden van de aandeelhouder. Dat is wat ze zeggen. Ja. Om alle besluiten te nemen die vallen binnen de bevoegdheden van de aandeelhouder. Ja. Nou, dit stukje hadden ze tegen het licht van de statuten moeten houden. Ja. Ja. Ze hadden dit tegen het licht van het vennootschapsrecht moeten houden. Ja. Hè, het vennootschapsrecht, daarin is geregeld wie welke bevoegdheden heeft. Ja. Ja. Het is best mogelijk dat volgens de statuten ja. een escape mogelijkheid bestaat voor de aandeelhouder.
ja. binnen de statuten. Hè? Ja. Het is best mogelijk dat ja. die escape mogelijkheid ja. er is. Maar had dat dan ook onderzocht of die mogelijkheid er is? Had ook onderzocht of de aandeelhouder bevoegd was om een cluster van ministers de bevoegdheid te geven om al dat soort besluiten te nemen? Over welke besluiten heb je het nu? Die cluster, die nam de besluiten toch van het herstelplan en dergelijke. Ja, ja, ja. Daar is ook het besluit genomen om Pronobe in stand te houden. Ja, en ook die opdracht aan Pronobe te geven. Ja, ja, dat soort besluiten en allerlei andere besluiten ja, zijn ja. Door het cluster genomen, voorgezeten door minister van alle zaken, Rambin. Ja. Hij heeft kennis van alle zaken. Ja. Die, had zat die vergadering voor. Maar jij zal het beter weten dan wij als leek. Hoe zit de relatie in dit verband, qua bevoegdheden, tussen één, de CEO en de Raad van Commissarissen? En aan de andere kant lees de aandeelhouder, want de staat is de aandeelhouder, in de praktijk van de dag besluiten binnen de organisatie. Is dat een primaat van de aandeelhouders? Is dat een primaat van de RVC? Of is dat een primaat ook van de aandeelhouder? Hierop kan ik nog geen antwoord geven, Fred. Ja. Ik ben bezig de statuten te bestuderen. Ja. Pas als ik de statuten bestudeerd heb, kan ik een uitspraak hierover doen. Ja. Ik heb niet de stijl van dingen roepen zonder ze bestudeerd te hebben. Ik ja. heb ook in media als Starnieuws dingen zien verschijnen, waarbij ja. ik niet de indruk heb dat ze de statuten doorgenomen hebben. Je bedoelt de onderzoekers? Ja. ja. Nee. Op Star Nieuws heb ik ook een bericht zien langskomen dat men de wetten en regels vertrapt heeft. Ja. Ja, ik weet niet of dat zo is, want die stelling is niet tegen het licht van de statuten gehouden. Het is best mogelijk dat de aandeelhouder een escape mogelijkheid heeft volgens de statuten. Ja. In veel statuten weet ik dat de aandeelhouder die escape mogelijkheid heeft van indien nodig en in belang van de aandeelhouder en in belang van het bedrijf, dat de aandeelhouder bepaalde besluiten kan nemen. Ja, dat zal waarschijnlijk in de statuten geregeld zijn, maar dat is toch altijd... Ik weet het niet of ja. dat zo is. Ja. Dus ik ga geen uitspraak daarover doen. Ja. Maar die escape mogelijkheid had onderzocht moeten worden. Ja, had Wijnsteker daar zich niet in moeten verdiepen en dat ook in het verslag dat uitdenken moeten laten brengen? Ja, zeker. Ja. Dat is mijn probleem. Van, ze zeggen ja, de cluster van ministers werd ja. Gezamenlijk bevoegd, geacht en gemachtigd door de regering om alle besluiten te nemen. Die vallen binnen de bevoegdheden van de aandeelhouder. Ja. Wat zijn die bevoegdheden van de aandeelhouder? Dat wil ik wel weten. Ja. Dat zul je uit de statuten kunnen halen. Ja. Ja, maar goed. Maar, dus dat soort dingen zijn niet onderzocht. Zo doe je geen onderzoek, Fred. Ja. Onderzoek ook de positieve kanten die in het ja. voordeel zijn, maar onderzoek ook de zaken die in het nadeel zijn. En dan heb je een gedegen onderzoek. Ja, maar goed. En waarmee je tot een conclusie komt. Maar dit zijn de zaken die men niet onderzocht heeft, terwijl dit wel onderzocht had moeten worden. Ja. Zijn er wel wetten vertrapt, ja of nee? Heeft men wel conform statuten gehouden, ja of nee? Indien wel, hier staat het, in dit artikel van de statuten staat het, dat deze en deze en deze mogelijkheden er waren. Dan ben je klaar ermee, toch? Je hebt je zaak kunnen onderbouwen. Dan gaat niemand wat van zin, jou wat zeggen of jou kwalijk nemen, want je hebt je zaken kunnen onderbouwen met de statuten in de hand. Ja. Verder, wat ik zag, Fred. Ja. De vraag is dat de RVC op de hoogte was van zaken, dat weten we. Dat de cluster van ministers op de hoogte was van zaken, dat weten we. Dat hoef je niet te gaan onderzoeken, man. Je moet onderzoeken of de president op de hoogte was. Dat is wat je had moeten onderzoeken. Ja. En dat is er buiten gelaten. Ja. Dus met de verkeerde onderzoeksvraag. Ja. En waarom was dat zo belangrijk om te weten te komen of de president wel of niet op de hoogte was? Hij heeft toch uitspraken gedaan, ja. ook in DNA, dat ja. hij zaken onethisch vindt, moreel ja. ethisch verwerpelijk, onrechtmatig, ja. onrechtvaardig, allerlei hoge termen heeft hij daar ja. gebruikt. Ja. Nou, volgens mijn informatie was hij op de hoogte. Ja. Hij was vooraf op de hoogte van het contract met Bicisser. Ja. Hij wist het.
In ieder geval minimaal 2 weken voordat hij die uitspraak deed in DNA, wist hij ervan. Als hij zelf ermee naar buiten was gekomen, had hij een bonuspunt verdiend. Maar pas die Atori Bos is hij dan dat ding komen veroordelen in DNA. Terwijl hij 2 weken van tevoren al wist. Ja, hij zegt van hij heeft een hoop commotie laten ontstaan, terwijl hij dat had kunnen voorkomen door eerlijk en naar buiten te treden en dat te communiceren naar de samenleving. Fred, als hij zelf ermee naar buiten was getreden, had hij een bonuspunt verdiend. Ja, ja. Had ik een column geschreven om hen een bonuspunt te geven. Als hij zelf ermee naar buiten was gekomen. En wat zegt dat? Dat hij dat niet... Jij zegt, hè, hij wist het 2 weken van tevoren. Ja. Dat dit allemaal gebeurd is. En waarschijnlijk met zijn instemming. Want als hij dat wist, had hij dan gelijk op de rem kunnen trappen. Hè, van jongens, dit kan niet. Dit is beside, zeg maar, integriteit. Maar hij heeft niet op de rem getrapt. Dus dat is voortgegaan. Dat contract is geëffectueerd in de zin van het geld zijn overgemaakt. En jij zegt, de president wist het. Wat zegt dat over de president? Dat hij niet de waarheid gesproken heeft in DNA. Ja, hij heeft in het Huis van de Volksvertegenwoordiging gelogen, zeg jij. Hij heeft niet de waarheid gesproken, dus dat wordt hem dan kwalijk genomen. Ja, en hij als aandeelhouder, hij vertegenwoordigt de staat. Ja. Hè, de staat is de aandeelhouder. Ja, ja. Hij vertegenwoordigt die staat. Ja. Dus ik wilde best wel weten, wist die aandeelhouder dit wel of niet? Ja, nee, maar eigenlijk zeg jij, ik weet dat hij het wist. Ja, je wil de bekrachtiging van de onderzoekscommissie. Dat die ik wist het. Ik weet dat hij het wist. Ja. Maar ik wilde graag zien dat de commissie dat onderzoekt. Want dat is de aanvraag. Wist de president dit, ja of nee? Ja, maar de minister van Bibis heeft in een interview dat ook bevestigd dat clusterministers het wisten. En hij zegt, wat wij weten, weet de president ook. Kortom, het is inductief, deductief, hè, redeneren, saldo, iedereen wist het, de president wist. Dus jouw vraag, wat jij weet dat hij wist, is ook bevestigd door de minister van Bibis. En ondanks het feit dat hij het wist, Sunil, gaat hij toneel spelen in het Huis van het Volk, in het parlement. Ik bedoel, hoe geloofwaardig is die president er nog? Op dit punt is hij niet geloofwaardig, Fred. Ja. Ja. Zeker niet. Hij is alle credits kwijtgeraakt in dit geval van SLM. Ja. Door niet de waarheid te spreken. Ja, als hij de waarheid had gesproken, hè, had hij kunnen voorkomen dat de beslisser gecriminaliseerd werd. Toch? Had hij zeker kunnen voorkomen. Hij heeft hem zelf gecriminaliseerd. Ja, toch? Als het erop aankomt, laat hij je als een baksteen vallen. Ja. En dat neem ik hem ook zeer kwalijk. Ja. Dat hij zijn eigen mensen als een baksteen laat vallen. Neem zelf de verantwoordelijkheid, joh. Ja. Ja. Zeg zelf van, jongens, ik heb dit gedaan. Achteraf te zien, heb ik lelijk op mijn neus gekeken. Ja. Dus we gaan dit herstellen. Niks. In dat geval zal je mij niet horen klagen. Dan heb je zelf maatregelen getroffen, hè? Ja. Ja. Je kan nooit foutloos dingen doen. Nee, precies. Snap je? Maar het moment dat je constateert, is het wel zaak dat je vanaf dat moment maatregelen treft. En dan zal ik je niet kwalijk nemen, want het kan je verkeren dat je een foute inschatting hebt gemaakt. Ja. Ja. Maar dat heeft onze president niet gedaan. Ja. En de president is toch het symbool van het land, hè? Vader des vaderland. Iedereen moet erop aankunnen dat ze bij hem veilig zijn. Dat wat hij ook doet, wat hij ook zegt, dat je daarop kunt vertrouwen, dat jouw rechtspositie, jouw rechten niet in het geding komt. Met de zaak van Beslisser, zeg jij zelf, hij heeft die jonge man als een baksteen laten vallen, heeft hem in allerlei complexe dossiers ondergebracht. Met medeweten van hem is een contractconstructie opgezet. En puntje bij paaltje laat hij die jonge man vallen, helemaal gecriminaliseerd. Iedereen heeft over hem gepist tot nu toe. De president die loopt weg met het verhaal. Ik heb dat niet gewoest, hè. Ik heb dat niet geweten. En die jongen mag nooit meer bij mij op kantoor binnenkomen. Zo erg heeft hij die jongen eigenlijk toch laten vallen. In het Huis van het Parlement, gelogen ten overstaan van 51 parlementsleden. Sunil, is er een grotere zonde van de zijde van de president te bedenken? In de democratie, hè? In de democratie? Ja, elke leugen. Is een heel grote zonde. Toch?
Ja. Dus, maar goed, het is een beetje in de Surinaamse cultuur, zie ik, dat de leugens niet afgestraft worden. Ook de vorige president, Bouterse, heeft keer op keer gelogen, man. Ja. Om Biggie Leeman, Bouterse. Ja. Maar deze president zou het anders doen, toch? En deze zou het anders doen, maar deze zie ik ook in het zelfde terugvallen als bij de vorige president. Kijk, dit is een van de voorbeelden. Hij heeft niet de... Sorry. Hij heeft niet de waarheid. Hij heeft niet de... Sunil, ben je er? Niet... Ja. Ja, ik werd gebeld, joh. Oké, okay. Dus, je hebt het druk, ja. Hij heeft niet... Hij heeft niet de waarheid gesproken. Ja. Dus Amman Leedapé. Ja. Echt, dit kan niet. Ja. Maar Amanole Ewang, hij heeft zijn partijgenoten ook eigenlijk in dat brandje, hij ook een pyromaan gemaakt. Door mee te laten, zeg maar, roepen dat, moreel er behoorlijk mis is bij SLM. En dat deze jongeman toch wel het land niet uit mag en dat hij vervolgd moet worden door het Openbaar Ministerie. Dus hij heeft niet alleen gelogen, maar heeft politici door zijn leugens aangezet om toch wel een fout van een medewerker, om hem zodanig te criminaliseren dat voor hem toch wel een toekomst bijna aan dichtlijn is geslagen. Ik bedoel, dan is er toch geen ruimte meer om deze man toch wel in zijn rol te handhaven. Nou ja, dat is een politiek vraagstuk, of je hem wil handhaven. Ja. Wettelijk zijn er geen mogelijkheden, maar het is een politiek moreel vraagstuk. Ja. Ik geef van deze kant uit, maak ik zijn medewerkers erop attent. Ja. De mensen die onder hem werken. Ja. Als het erop aankomt, jongens, gaat hij je als een baksteen laten vallen. Ja. Om zijn eigen hachje te redden. Ja. Dat wil ik wel meegeven aan de mensen die voor hem werken. Ja. Let op. Ja. Als jullie besluiten nemen of iets doen, stuur een cc naar de president. Bewaar je bewijs. Bewaar je mail. Maak een backup. Dat als het erop aankomt, dat je het altijd kunt aantonen dat je dit niet zonder medeweten van de president hebt gedaan. Om jezelf te beschermen. Stel je veilig. Ja. Ja, bescherm jezelf, jongens. En dames en heren, jullie allemaal die onder deze president werken. Bescherm jezelf. Bewaar je mailtjes. Stuur een cc. Doe niks stiekem. Ja. Stuur altijd een verslag naar de president van wat je wel en niet gedaan hebt. Ja. Hè, en wat je verrichtingen zijn geweest. Doe dat. En maak een archief daarvan. En, want je weet maar nooit, als het erop aankomt, hij gaat jullie als een baksteen laten vallen. Maar zo is de politiek nou eenmaal. De politiek zal je altijd laten vallen. Nou ja, dit is een persoon, dit is geen politiek, het is een president. In de persoon van. In de politiek is het altijd zo. De politiek gaat je altijd als een baksteen laten vallen. Ja, ja. Als je een politieke functie bekleedt, ja, door diezelfde politiek zul je... diezelfde politiek zal je als een baksteen laten vallen als het moet. Maar goed, dat was het ongeveer, Fred. Er was nog een ander punt. Ja, het SLM-verhaal, hè? Kantoor Rotterdam. Nee, nog over dit onderzoek is er nog een punt. Ja. Er hebben 6 of 7 advocatenkantoren eraan gewerkt. Ja. En wat ik zag in het onderzoeksrapport, dit haal ik uit het onderzoeksrapport. En daarin staat dat de advocatenkantoren in Nederland en Amerika en Londen, dat die hun verslag stuurden naar een advocaat in Nederland. Dat was advocaat Jongepier. Die screende al de zienswijzes en dergelijke. En die stuurde alles naar advocaat Gitano Best in Suriname. Die screende het op zijn... beurt weer het werk van al deze advocaten en ook zijn eigen werk. En daarna ging het naar Pernobe Bississer, zijn kantoor. En daar werd er gekopieerd en geplakt en tot 1 document gemaakt door kantoor Bississer. Vervolgens werd het kopiëren en bindwerk verricht om te komen tot 1 eindproduct of eindverslag. Ja. En dit is productiewerk. Dus Bississer, volgens het onderzoek, was belast met het productiewerk. Hij was niet de onderzoeker. Hij was niet nee. Denk ik, hey, voor dat productiewerk, wat houdt dat productiewerk in?
Je kan niet iemand zoveel betalen voor kopieer- en bindwerk en het kopiëren en plakken en tot één geheel maken van een document. Ja, ja, dat kan. Dus zouden dat productiewerk nader moeten specificeren. Ja. Ik wil weten wat de inbreng is geweest van meneer Bissesser, zijn kantoor. Dat is wat ik wil weten. Wat is zijn inbreng geweest? En ja, ze hebben zijn inbreng niet gedefinieerd. Ja, en de onderzoekers hebben daar ook niet op ingezoomd, zeg jij. Ja, dus dat bedoel ik. Ja. De onderzoekscommissie heeft daarop niet ingezoomd. Ik wil weten, wat is zijn inbreng geweest? Ja, ja. En misschien weet jij het, Sunil, voor dit gesprek. Ik bedoel, dat kantoor van meneer Bissesser, is dat inderdaad een kantoor die een status heeft met deskundigheid om complexe vraagstukken op te pakken als het gaat om organisatie, ontwikkeling, organisatie, verandering, om daar een bijdrage in te leveren? Of hij die kennis en kunde heeft? Ja. Ik heb zijn werk niet onder ogen gehad, dus ik kan geen uitspraak daarover doen. Anders ga ik die man onnodig bekladden. Ja, nee, maar is dat niet een aspect die eerst, zeg maar, toch wel bekeken had moeten worden? Datzelfde vraag heb ik over bijvoorbeeld meneer De Haan. Hè? Hij is de CEO geworden met een salaris van $11,500 per maand, met allerlei andere privileges erbovenop. Wat was de man zijn track record? Wat was zijn achtergrond op het gebied van conflictmanagement binnen een complexe aviation organisatie? Is daar naar gekeken? Daar is wel naar gekeken, heb ik me laten vertellen. En dat iemand van buitenaf daar kwam, vond ik een heel goede zet. Ja. Want ga je iemand van Surinaamse afkomst daar plaatsen? Ja. In mijn zienswijze. Er is een bepaalde cultuur binnen SLM. Ja. En die cultuur moet je breken. Die heilige huisjes daar moet je breken. Ja. Dat ga je nooit met mensen van binnen de organisatie kunnen doen. Ja. En je gaat nooit met mensen kunnen doen die in diezelfde cultuur verzeild zijn geraakt. Ja. En hiermee wil ik niet zeggen dat niemand in Suriname daartoe in staat is. Ja. Maar gezien de staat waarin SLM zich verkeert, zou ik dat risico niet nemen om iemand uit dezelfde cultuur daar te plaatsen. Dus ik vond het een wijs besluit dat iemand van buitenaf aangetrokken was om daar orde op zaken te stellen. Duidelijk. Maar was het een wijs besluit om deze man daarin aan te stellen? Hij is geen onbekende binnen de luchtvaart. Dus ik vind dat geen verkeerd besluit geweest om deze man aan te trekken. Hij is geen onbekende binnen de luchtvaart. Hij weet wel van wanten. Ja. Nou ja, ik heb hem gevolgd in zijn interviews. En een van de zeg maar, zaken die hij benoemde, die toch wel het onmogelijk maakte om te komen tot de organisatieverandering, zeg maar omslag binnen de organisatie, is dat alles politiek is. He, alles is politiek, de cultuur is politiek, zegt hij. He, dus waar hij ook wilde snijden, liep hij tegen politieke obstakels op. Nou ja, jij zegt zelf van iemand in Suriname die is zo doordrenkt in dat politiek systeem dat hij dat allemaal niet zou kunnen. Maar ik heb de indruk dat deze man zich daarop vergalopeerd heeft. Dat hij niet verwacht had dat hij tegen dat soort van obstakels zou oplopen waardoor hij niet verder komt. Dus ik vind dat een heel essentieel onderdeel van selectie, hè, van een kracht duur betaald om een karwei te klaren, waar dit toch wel een fundamenteel punt is. Want daarom gaat het fout in die organisatie. Alles is politiek. En dat hij dan achteraf zegt, ja, daardoor heb ik uiteindelijk heb ik niet kunnen doen wat ik wilde doen. Is dan hij de geschikte man geweest. Dan wil ik nog niet praten over de technisch inhoudelijke kant van zijn deskundigheid, waar jij zegt dat hij de papieren voor had. Maar dit is een heel fundamenteel vraagstuk. Ja. Als de president zelfs moet dealen met diezelfde politiek. Ja. Als hij zelfs besluiten die genomen moeten worden, niet kan nemen. Ja. Wie is dan De Haan? Er zijn zoveel zaken op het kabinet, op het bordje van de president. Hij moet besluiten nemen, maar hij kan die besluiten niet nemen vanwege de politieke constellatie waarin hij zich bevindt. Ja, dat kan ik niet verwachten van een SLM-directeur. Dat hij die harde noten daar kraakt. Hoewel ik vind dat hij
dat gedaan zou hebben, moeten hebben in die zin van, jongens, dit is mijn zienswijze, ja. Dit is mijn plan, ja. Take it or leave it. If you know any, megwe, me haradang. Los het maar zelf op. Ja. Nee, maar dat de president zeg maar niet in staat is knopen door te hakken, nou ja, daar kunnen we verklaring voor geven. Maar de president is een politiek figuur. De Haan is een technocraat, een manager. Hè, die juist binnengehaald is, om buiten dat politieke zeg maar, veld, als manager toch wel in te grijpen in die organisatie. En daar waar de schoen wringt, veranderingen te brengen, hè, te versleutelen en daarmee die organisatie gezond te maken. Ik bedoel, je begint bij het begin. En dat is iemand toch wel selecteren. Die van, wanten weet over het reilen en zeilen. En hoe de hazen lopen binnen zo'n samenleving. En binnen zo'n organisatie. En blijkt dat hij dat fundamenteel punt niet doorgrond had. Ook als je dat geweten zou hebben, ja. Zou je tenminste verwachten dat je met de redenkracht mensen daartoe kunt overtuigen. Toch? Maar als je in de RVC mensen hebt zitten die niet voor reden vatbaar zijn, wat wil je beginnen? Je kan niks beginnen, man. Een van de belangrijkste of een van de grootste oorzaken waarom SLM in deze situatie zich verkeert, is het overtollig personeel. Ja. 600 man tellend personeel voor niet eens een paar vliegtuigen. Precies. Kijk naar Transavia. Die heeft iets van 2 jaar terug had ik dit onderzocht. Dus ik heb nu de overcijfers van 200 jaar. 2 jaar terug, sorry. 1900 man tellend personeel en 174 vliegtuigen. Als SLM 174 vliegtuigen gehad zou hebben, zou heel district Para vandaag de dag in dienst zijn. Ja. Dat is het probleem. Hij heeft dat geprobeerd tactvol op te lossen. Ja. Door te zeggen, je mag zelf je ontslag nemen. Je mag zelf vertrekken. Dus hij heeft dat diplomatisch geprobeerd te doen. En er zijn wel mensen vertrokken. En ja. De rest is gebleven. Maar hij heeft wel geprobeerd op een diplomatische wijze te doen. Hij heeft geprobeerd beide partijen of alle partijen tevreden te stellen. Het is ook niet makkelijk, hè, om in een wespennest te opereren. We hebben makkelijk praten van hieruit. Dat je dit had moeten doen, dat je dat had moeten doen. Het is een wespennest daar bij SLM. Ja, maar toch, hè, jij bent de verandermanager. En je zegt, je hebt een plan, je noemt het herstelplan. En je wil gaan snijden in een organisatie. Jij bent econoom, hè, jurist. Je weet beter dan wie dan ook, hè, dat als je verandering wil aanbrengen, dat je de betrokkenen, belanghebbenden in de organisatie, die deel zijn van die verandering, dat je die mee moet krijgen. En dat betekent dat je transparant moet zijn, open moet zijn. De mensen moeten uitleggen wat je bedoelingen zijn, waar je gaat snijden, waarom je gaat snijden. Nee, ik ben niet mee eens. Het is wel zo dat je dat zou moeten doen, ja. Maar als je binnen een wespennest optreedt of opereert, kan je dat niet altijd maken. Ja. Ik geef je één voorbeeld, Fred. Ja. Ja. Men was bezig een vliegtuig te leasen in Israël. Klopt. Ja, wat is er gebeurd? Ja, men zegt, ja, wat is gebeurd, voordat ik het antwoord geef? Weet jij wat er gebeurt? Nou, ik heb ervan gelezen, maar vertel. Leo Brunswijk is toch naar Israël gegaan en om zelf onderhandelingen te voeren. Dat is er gebeurd. En uiteindelijk ging die deal niet door, vanwege redenen van corporate issues. Ja, maar even... En corporate issues, dan lees corruptie, hè. Ja, maar is dat een rol van... Is dat een rol van... Dat is een van de voorbeelden waarbij je niet alles op straat kunt gooien. Je kan niet alles met die RVC delen die een eigen agenda heeft. Die bepaalde RVC-leden. Ja. Hun agenda was niet het behoud van SLM. Hun agenda was iets anders of is iets anders. Ja. Dit voorbeeld wat ik je geef van Israël. Ja. Daaruit blijkt van men heeft een andere agenda gehad dan behoud van SLM. Ja. En zo zijn er een aantal zaken waarbij je denkt van nee, ik kan niet alles met deze RVC delen. Dus ik moet dingen onder de pet houden totdat de plannen gereed zijn. Nogmaals, ik moet even de statuten bestuderen, Fred. Dus ik ga geen uitgesproken mening hierover hebben. Ja. Laat mij eerst die statuten bestuderen. Ik heb dat niet bestudeerd op dit moment. Maar de vraag is, moest hij
om zijn doel te bereiken. Hij is de verandermanager, hij moet de zaak gezond maken. En een van de problemen was dat er te veel personeel was. Dat betekent dat je moest gaan snijden in dat personeel. Er waren meerdere zeg maar subonderdelen in die organisatie die meer toch wel kosten dan dat ze wat opleverden. En daar wilde hij. Dat moest toch wel of afgestoten worden of anders georganiseerd worden. En daar had hij een plan voor om dat te doen. En hoe je dat ook doet, organisatieverandering. Het is in de lengte of in de breedte. Je gaat snijden, je gaat nieuwe onderdelen aan toevoegen of weghalen. En daar zijn belangen bij van mensen, toch? Dan moet je toch, ik bedoel, als verandermanager, om die verandering succesvol te kunnen voltooien, moet je toch die mensen meenemen in dat proces van jouw herstelplan, van wat je van plan bent te doen, transparant zijn. En ik weet dat het een wespennest is, maar je hebt alleen succes als je een draagvlak hebt, als iedereen ook met je in dat verband toch wel mee wil gaan. En wat ik van de vakbond hoor, ik heb ook met die voorzitter van die bond gesproken, en die zei, het is alles behalve open, eerlijk, transparant. Het was heel erg gericht op wantrouwen en vooral niet transparant, geen informatie delen. Ja, dan krijg je de mensen natuurlijk niet mee. Want iedereen wil weten of hij morgen een baan heeft. En als hij geen baan heeft, wat is dan zijn toekomst naar de toekomst? Wat is zijn mogelijkheden naar de toekomst toe? En dus een echte deskundige verandermanager, Sunil, zou toch op dat aspect wat zorgvuldiger moeten zijn. Nou, het is diezelfde bond die dan obstructies zou plegen. Het zijn diezelfde werknemers die obstructies zouden plegen. Ik zou niet alles naar buiten brengen. Een van de belangrijkste dingen wat ik weet, wat er ook gezegd is, dat niemand ontslagen zou worden. Ja. Niemand zou ontslagen worden. Ja. Dus? Al die 600 mensen die daarmee profiteren op kosten van de betalende reiziger, niemand zou ontslagen worden. Ja. Dus je hebt ook niks te klagen. Ja. Het zou misschien een andere manier van werken worden. Ja. En je zou misschien harder moeten werken. Of eindelijk moeten werken voor je geld. Ja. Dat soort dingen zouden komen. Ja. Ik weet ook dat bepaalde onderdelen door ABOP overgenomen. Of ABOP'ers bepaalde onderdelen over wilden nemen. Ja. Voor hun eigen belang. Ja. Dat soort dingen weet ik ook. Ja. Ja. Er was één strijd gaande om bepaalde onderdelen over te nemen door leden van ABOP. Ja. Nee, dat soort dingen speelden. En kijk, in een herstructureringstraject, Fred, onthoud dit goed. Is het van grootste belang dat je nooit al je kaarten op tafel gooit? Er komt een moment dat je dan iedereen moet gaan vertellen. Maar jongens, dit is het. Die kant gaan we op en dit is het geworden. Er komt een moment om dat te vertellen natuurlijk. Je gaat niet een hele herstructurering doorvoeren zonder dat iedereen het weet wanneer en wel of wat er gebeurt en wat er niet zal gebeuren. Ja. Dus dat moment zou wel moeten komen, ja. En ja, maar het is 2 jaar gaande, hè? Hoe lang moet het nog onder de pet gehouden worden? Wil je toch wel vertrouwen hebben, dat mensen vertrouwen hebben in jou? Er gebeurt alles eromheen, hè, waar de medewerkers en anderen die belang bij hebben, dat allemaal observeren. En ondertussen weet men niet waar men naartoe gaat. Men leest in de media van dit is opgericht, dat is opgericht, zonder dat de medewerkers precies weten wat de lijnen zijn naar hen toe. En daar kweek je toch geen vertrouwen mee? Nee, dus daar heb je zeker een punt. Ja. Daar kweek je geen vertrouwen mee. Maar aan de andere kant, dat is een groot dilemma. Gooi ik dit op straat of niet? Ja. Als ik dit op straat gooi, gaat het heel plan niet door. Is het hele herstructureringsplan aan tichelen geslagen. Ja. Als ik dit alles op straat gooi. Ja. Ik zou een keuze maken. Ja. Wordt het plan aan tichelen gegooid? Of zet ik het plan voort? Met het risico dat ik verweten zal worden. Zaken niet uit de doeken gedaan te hebben. Ik zou kiezen voor het eerste. Ik zou mijn plan uitvoeren om het geheel plaatje in stand te houden. Lees het geheel plaatje dan SLM te behouden. Ik zou dat plan uitvoeren, ondanks het feit dat me kies koskozie. Duidelijk. Kortom, dus het is een dilemma waarbinnen men heeft moeten opereren. We hebben heel makkelijk praten van hieruit. Heel makkelijk. Ook mensen roepen, ja, je had een vliegtuig moeten nemen dat zuiniger is, wat brandstofverbruik betreft. Fred, als ik geld had,
had ik een vliegtuig gekocht. Ik zou niet eens leasen. Wat dacht je daarvan? Dus het is heel makkelijk roepen vanuit Nederland. Ja, men had een vliegtuig moeten leasen dat veel zuiniger in verbruik was. Dit en dat. Ja, baas, dat kan je alleen doen is jabba money. Ja, nee, alles... Het vliegtuig dat zuiniger in verbruik is, ja, is vele malen duurder dan die vliegtuigen die wat meer slurpen aan brandstof. Ja. Nee, maar alle... jabba money. Alles valt en staat met geld. Hè? Als je geen geld hebt, kun je niks beginnen. Maar even, Sunil, jij bent een financieel onderlegman. Hè? En jij weet van, nou ja, wil je een onderneming opzetten, dan moet je van tevoren ervan overtuigd zijn dat je voldoende cashflow hebt. Dat wil zeggen, verdiend capaciteit hebben om uiteindelijk je bedrijf overeind te houden. We hebben gezien dat sinds de SLM er is, is er meer verlies, betaalt de staat iedere keer bij in plaats van dat de staat aan de SLM verdient. Moest het niet van de nieuwe CEO komen, dat die duidelijkheid gaf in de zin van oké, hij gaat dat bedrijf weer in de lucht brengen, hè, in de lucht houden. Maar met welk businessplan, businessmodel, hè, zou hij toch wel uiteindelijk dat bedrijf, als het gaat om financieel gezond maken, gezond zou kunnen maken. Daar had je toch mee voor de dag moeten komen? Hier hebben we net eerder treden in herhaling. Hij had dat naar buiten moeten brengen. Ja. Ja, maar nee, ik heb nu niet over herstelplan, maar een businessplan. Even herstelplan, ja, is het gezond maken van de organisatie. Twee is, vanuit welk business, bedrijfsmodel, ga jij dan nu zorgen dat je voldoende tickets verkoopt en dat je daarmee voldoende gelden verdient, hè, om uiteindelijk je luchtvaartmaatschappij financieel dekkend dan wel winstgevend te maken. Een van de maatregelen die hij getroffen heeft, een van de eerste, ja, van vrijwillig vertrek, te veel personeel. Personeel. Vrijwillig vertrek, een van de maatregelen. Ja. Ander maatregel, er worden geen tickets meer verkocht via die SLM-kantoren, ja, die zoveel geld kosten. Dat is een van de maatregelen. Een zeer wijs besluit, ja, om dat ding op te heffen. En onderdelen die niet functioneren of onderdelen die verlieslatend zijn, ja, gewoon opdoeken. Ja. Een kip die geen ei legt, moet je slachten of moet je verkopen. Ja. Is een gouden regel binnen de bedrijfskunde. Ja. En die gouden regel zal altijd gelden. Die heeft altijd gegolden en zal ook altijd gelden. Ja. Een kip die geen eieren legt, moet je slachten of verkopen. En dat daarmee bedoel ik, de onderdelen van SLM die verlieslatend waren, die moet je afstoten. Duidelijk. En als daarbij personeel ontslagen moet worden, het zij zo. Ja. Is mino abba money, baas, mino campaio. Ja, nee, duidelijk. Zeker. Je moet gaan snijden in je organisatie. Als dat te veel kosten met zich meebrengt en verder niks toevoegt. Maar ik zag het meer in de klandizie-zin. Ik bedoel, is de potentie aan reizigers vanuit Nederland of andere delen waar SLM op vliegt, is die voldoende om uiteindelijk het vliegtuig iedere keer vol te laden en mensen mee te nemen naar Suriname, om daarmee voldoende omzet te hebben? Oh ja, kijk, als je nu een ticket, tot voor kort een ticket wilde boeken, ja, dan moet je zoveel weken wachten, er is geen plaats. Ja. Vliegtuigen zijn overvol, maar goed, we hebben nu het hoogseizoen. Hè? Ja. In het laagseizoen hadden er modaliteiten bedacht kunnen worden om toch nog reizigers aan te trekken. Ja. Ja. Maar dat heeft te maken met het businessmodel wat je hebt. Ja. Je moet iets doen om reizigers aan te trekken. Ja, maar die behoefte is groot en je zegt van, aan de kant van de vraag om vanuit de consument, daar ligt het niet aan. Als ze het goed organiseren, dan kunnen ze voldoende tickets verkopen om uiteindelijk genoeg omzet te draaien om die onderneming winstgevend te maken. Zeker, een van de dingen die mij heel lang bezighoudt is een ticket naar Suriname. Als je een business class ticket boekt, ben je al gewoon €2800 kwijt naar, ja, Suriname. Ja. Als je een normale economy class ticket boekt in het hoogseizoen, ben je ook een €1200 tot €1500 kwijt. Soms €1800 ben je kwijt. Ja,
Ja. Ik zou dat geld niet uitgeven voor een reis naar Suriname. Sorry. Nee. Voor dat bedrag vlieg ik naar andere oorden. Ja. Voor veel minder. Ik heb dat geld niet voor over om dat bedrag neer te tellen voor een reis naar Suriname. Nee, nee, nee. Ja. En zo denken vele andere toeristen of reizigers ook. Ik zou zeggen, iets wat mij al een tijdje bezighoudt, waarom huurt de SLM niet een extra vliegtuig in het hoogseizoen? Misschien is er een deskundige op dit vlak die daarop antwoord kan geven. Ik heb niet alle wijsheid in pacht van alle zaken. Duidelijk. Maar dit is wel wat mij bezighoudt in het hoogseizoen. Verlaag die ticketprijzen waardoor je meer passagiers krijgt. En als we ervan uitgaan dat elk passagier gemiddeld $1000 in het land brengt of besteedt. Nou, ik geef een voorbeeld. Een vliegtuig met 300 passagiers. Nou, heb je $300,000 omzet of inbreng in je land. Ja. Zoveel deviezen wordt er gebracht per, ja, vlag, per vracht. Ja, dat was per vlucht. Ja. Geen vraag, maar per vlucht. Ja. Ja. Wordt er 300.000 minimaal in je economie gebracht. Het wordt in je roulatie gebracht, in de roulatie in je economie. Ja. En als je 2 hebt bijvoorbeeld per dag, heb je 600.000 per dag aan deviezen wat je brengt in het economisch systeem. Dus op macro-economisch effect zou dat ook een op macro-economisch niveau zou dat ook een effect kunnen hebben. Ja. Maar dit zou moeten uitgezocht moeten worden van, is dit businessmodel wel iets wat we in het leven kunnen roepen in het hoogseizoen. Ja, zodat is we al die andere mensen die opkijken tegen de hoge tarieven, of dat we die ook mee kunnen krijgen. Ja. Oké, SLM verdient ietsje minder dan daarmee, want de ticketprijzen ga je dan verlagen. Je verdient als SLM zijnde ietsje minder, maar op macro-economisch niveau verdient de staat daar dat wel terug in de vorm van het geld wat die toeristen daar uitgeven in het land, in de lokale economie. Ja, dus in het groter plaatje zou dit wel een voordeel kunnen zijn. Mijn vraag op dit punt was met name bedoeld om te horen te krijgen of jij ergens de duurbetaalde CEO, hè, meneer De Haan, ergens op dit vraagstuk klaarheid hebt horen geven van hoe hij dit model, hè, van efficiënter, effectiever en winstgevender het bedrijf in de lucht houden, hoe hij van plan is dat naar de toekomst te gaan doen. Hè. Vanuit de wetenschap dat in de achterliggende jaren wij alleen maar verlies hebben geleden. Dat wil zeggen dat je inkomsten minder waren dan je uitgaven en dat heeft ergens aan gelegen. Nou, dat zoek je uit en dan zeg je oké, ik heb dat onderzocht. Ik weet waar de schoen wringt en ik ga dat in het vervolg zo en zo en zo doen. Die visie, dat verhaal, heb ik gemist. Ik weet niet of jij dat ergens ooit, daar iets van gezien of gelezen hebt. Hij heeft behoorlijk gesneden in de uitgavenkant. Lees afstoten van SLM-kantoor. Ja, nee, dat is een actie. Het gaat bij mij het totale plaatje, toch? Dat businessmodel. Van oké. Ja, kijk, dat heel businessmodel. Niemand weet wat het inhoudt. Ja, precies. Dus ik ga geen uitspraken doen. Ja, maar had hij dat niet? Je wil van de samenleving iets, hè? Je wil van je mensen toch wel solidariteit. Je wil dat ze met je meedenken en meeliften, meegaan. Dan moet je toch klaarheid, openheid geven. Net dat, als gevolg dat het heel plan niet doorgaat. Precies. Dan ga je obstructie op obstructie krijgen. Je moet kiezen tussen 2 kwaden. Ja, nee, maar wie veroorzaakt die obstructie? Dat is een CEO die stuurt op basis van wantrouwen. Ik bedoel, je moet juist sturen op basis van vertrouwen. En ja, risico's. Dat vertrouwen is er niet. Ik heb geen vertrouwen in de mensen die daar de obstructie plegen. En lees bepaalde RVC-leden. Ja. Ik heb geen vertrouwen. Maar wie ik zou als directeur ook geen vertrouwen in hun hebben. Ik zal nooit alle kaarten op tafel gooien bij zulke figuren die daar iets in te brokkelen hebben in de pap. Ja, maar dat zijn politieke figuren, Sunil. De VHP heeft die mensen daar gezet. Ook het personeel. Ja, dat zijn binnen ook het personeelbestand heb je mensen die obstructie gaan plegen. Ja. Ook binnen de bond heb je mensen die obstructie gaan plegen. Ja. Binnen RVC heb je dat soort figuren rondlopen. Dus dat bedoel ik. Ik train nu een herhaling. Ja. Kiezen tussen 2 kwaden. 1 is alle plannen op tafel gooien. Jongens, dit is ons plan. Met als gevolg dat er obstructie komt. En dat hun plan niet doorgaat. En met uiteindelijk gevolg heel SLM gewoon naar de Filistijnen leest. Failliet. Iedereen met ontslag. Thuis zitten. Je krijgt niks. Ja. Dat is 1 kwade. Tweede kwade is, je gaat dingen niet helemaal allemaal op tafel leggen.
Want je wil voorkomen dat dingen op straat komen. Je wil voorkomen dat obstructie gepleegd wordt. Je wil ook voorkomen dat de schuldeisers in je nek gaan hijgen. Dat wil je ook voorkomen. Ja. Dat is de andere kant van het verhaal, van de medaille. Maar met als gevolg dat je koskosie gaat krijgen van ja, je bent niet transparant, je bent niet open, we weten niet wat je wil. Maar het mogelijk gevolg zou kunnen zijn dat SLM behouden blijft. Dat is kiezen tussen twee kwaden en die keuze is gauw gemaakt. Je houdt bepaalde kaarten tegen de borst, dus je gooit niet alle kaarten op tafel, maar SLM blijft behouden en daar heeft iedereen baat bij. Dus die keuze zou ik wel durven maken. En ik denk dat de Haan die keuze heeft gemaakt. Ja, dat we geen toestel meer hebben, hè, in de tijd dat hij aan het roer zit. Wie zegt dat? Is niet waar, Fred? Ja, hebben we toestellen? Wie heeft dat gezegd? Zomaar tak de lauwlaus aan die ziel. Jij beweert, ja. Vroeger had SLM, vroeger hadden ze een toestel geleased. Op dit moment leasen ze toch ook een toestel. Ja, maar vroeger hadden ze hun eigen toestel, toch? Eigendom? Ja. Nee toch, Fred? SLM heeft nooit toestellen in eigen beheer gehad. Het is altijd een lease geweest. Altijd een lease toestel geweest. Altijd. Ja. En dus ik weet wie dit soort dingen roept. Zeg die mensen, laten ze even ophouden met dit soort nonsens te roepen. Maar jij beweert dat SLM nooit toestellen in eigen beheer heeft gehad. Ze hebben nooit een eigendom gehad van het toestel, tot zover mij bekend. En toen de Haan kwam, had SLM geen toestel in eigendom. Let op, in eigendom. Hè. Geen toestel in eigendom, dat weet ik zeker. De staatstsunami heeft nooit toestellen gekocht, zeg jij. Nee, ik zeg toen de Haan aan het roer kwam, toen had de staat geen toestel in eigendom. Ze hadden een lease toestel met volgens mij een wetlease. En nu hebben ze een toestel met draailease. Ja, ik heb die discussie gevolgd van wet en draailease, maar goed, daar ga ik niet verder op in. Even dan. Dus het klopt niet, hè, Fred? Ja, nee, dan vraag ik je. Dan heb je daar duidelijkheid op. Dus jij zegt van de SLM heeft nooit toestellen in bezit gehad. Nooit zelf. En toen de Haan kwam, waren er ook geen toestellen. Geen toestellen in eigendom? Ja, ook niet in huur? Ja, als lease wel. Ja. Ja, ze hadden een lease-toestel. Nu hebben ze ook een lease-toestel. Alleen de lease-vorm, de vorm van lease, verschilt tussen draai- en wetlease. Ja. Okay. Snap je dus? Een lease blijft lease. En je hebt verschillende vormen van lease. Maar dat is het. Ja, draai en wet. De een is met je eigen piloot en de andere is zonder je eigen piloot, toch? Ja, en personeel en dergelijke. Ja, okay. Maar het is een model waarvoor je kiest. Je kijkt altijd naar je portemonnee. Ja. Hoeveel geld heb ik, jongens, om uit te geven? Ja. Ja. Dat is het eerste wat je doet. En ik wil eigenlijk zeggen, elke directeur, niet alleen de Haan, elke directeur die daar zou zitten, als hij het geld zou hebben, zou hij een vliegtuig gekocht hebben. Hij zou niet eens leasen. Ja. Ja, in de tijd. Dus if you have money, you can do alles aan niet. Maar if you have money, broer, dan moet je de tering naar de nering zetten. Duidelijk. Hey, even te makkelijk praten. Ik hoor de gemeenschap dingen roepen, links en rechts, allemaal koplijn, wambigi deskundig man. Nee, we hebben te makkelijk praten. Nee, maar je iedereen, moet in die wespennest daar zitten en dan ga je zien wat er is. Ja, maar jij bent hier niet toch om die wespennest te verdedigen. Jij bent hier om klaarheid te brengen. Niemand, hallo. Ik verdedig niemand, Fred. Ik leg alleen dingen uit hoe moeilijk dingen kunnen gaan. Nee, maar dan stel ik die vraag aan jou. Maar even nu dat... Is Abba Moni nog erbij? Is die Abba Moni? Ja. Dat ik kan doen alles aan. Ja. Mensen die Sabi Mang willen spelen over SLM, vertel me eerst hoe Peo Pura Money. Als je dat kan vertellen, meneer, van waar je het geld haalt om SLM gezond te maken, dan mag je praten. Dan heb je recht van spreken. Ja. Maar zolang je dingen roept, je moet dit doen, terwijl je trouwens goed weet, je hebt het geld niet, moet je mond dicht houden. Ja. Nee, je hebt het geld niet, dan moet je je mond dicht houden. Dan betaal je ook niet 11.500 US dollar aan een directeur. Toch, want die dat was money. En het resultaat is tot nu toe 0,0 na 2 jaar. Dat weten we niet. Nou ja, je trekt voorbarige conclusies. Ja, ik stel... De conclusie trekken we pas als 100% van het plan uitgevoerd is. Dan pas weten we, is het plan geslaagd of niet? Nou, meneer Santoki zegt dat 80% van het plan is uitgevoerd.
Dat zegt hij, maar ja, laten we die 20% afwachten. Nou, waarom moeten we zoveel haast hebben? Waarom moeten we zo voorbarig zijn? Ja. We wachten even, ja, rustig. Maar onder... Even 100% uitgevoerd, ja, dan we leveren kritiek even Sando Gobong. Ja. Dan gaan we op het plan schieten. Hey, Sunil, ondertussen worden panden verkocht. Bedoel, hier in Rotterdam is dat pand verkocht. Er was ook, ja, een hoop discussie over, taxatiewaarde. Dat ver boven de prijs lag en dat soort zaken. Jij begon al bij het begin te vertellen dat bij die transactie Bundi iets van doen had. Kun je dat even nader toelichten, wat je daarmee bedoelde? Oh, ja? Ja, een heel teer punt aan. Ja, nee, maar het is goed. We hebben het gezegd, we hebben het aangestipt. En het is goed voor de waarheidsvinding. Want ja, jij bent een onderzoeker. Jij zegt niet zomaar iets, toch? Nee. Ja, als ik iets niet weet, ga ik mijn mond houden daarover. Maar je zei wat, en dus zijn wij benieuwd van, oké, hoe is dat gegaan? Kijk Fred, laat me even in de chronologie, in de chronologische volgorde vertellen. Ja. Het pand heeft €250.000 gekost, exclusief kostenkoper. Dus er komt dan €27.584 erbij. Ja. Dus in totaal heeft het pand dan, inclusief kostenkoper, €277.587 gekost. Ja. En daarbij was er een achterstallige schuld aan de Vereniging van Eigenaren, VVE, €2.081. Dat was bij de koopprijs inbegrepen. Dat even iets over de prijs. Maar wat we zagen, dat het voor €250 verkocht is. Oké. Dan ben ik gaan kijken, is dat wel reëel of niet, dat bedrag? En voordat ik dat ging kijken, zag ik dat ene meneer Tikaram dat gekocht heeft. Ja, Tikaram, hè? Tikaram. Ja, Tikaram, OT met de T, ja. En het toeval wil dat meneer Tikaram een bedrijf heeft ingeschreven, ergens in maart, dit jaar nog, heeft hij een bedrijf ingeschreven op hetzelfde adres waar het familiebedrijf van meneer Robbie Bundi gevestigd is. Ja. Op hetzelfde adres is het bedrijf van Tikaram gevestigd. En ook van Robbie Bundi. Hier aan de Beeklaan? De naam van het... momentje, ik ken de naam niet uit het hoofd. Erbeva? Maar oké, laat maar zitten. Kijk, zijn bedrijf is niet punt van discussie punt van bespreken. Ik heb het meer over de connecties die we kunnen leggen. Ja, ik wil niet dat zijn bedrijf besproken wordt. Ja. Dus zo leg ik de connecties van, hey, jullie zijn op hetzelfde adres gevestigd. Dus jullie hebben wel een link met elkaar. Ja. En het is publiek geheim dat Tikaram een stroomman zou zijn van de heer Robbie Bundi. Ja. Oké, houd dat even vast. Ja. Als ik kijk dan, Robbie Bundi behoort tot de kringen van de president. Ja. Tot de directe kringen van de president. Ja. Hij behoorde ook tot de kringen, indirect of direct, van de vorige gewezen presidenten. Ja. Dus deze man behoort tot de kringen van elke president bijna, kan je zeggen. Zakenman, die hoort de hoofdzaak, zeg maar, relaties met alle presidenten. Ik weet niet of dat terecht is. Ik zou zaken doen via de voordeur, bij de balie. Van jongens, dit is mijn vergunningaanvraag. Ja. Als je het weigert, wil ik weten waarom je het weigert. Kan ik nog in bezwaar in beroep gaan? Ik zou via de voordeur doen. Ja, ja. Maar goed, dat is de manier van zaken doen van anderen. Dat mogen ze zelf weten, ik ga erin doven. Ja. Tevens is Bundi bestuurslid van Diaspora Fonds en Kapitaalclub van Robbie Makka. Klopt. Bundi is op vele buitenlandse reizen van president Santokki geen afwezige. Ondanks het feit dat hij geen staatsfuncties bekleedt. Hij is overal. Hij is overal. En bovendien was er een zakelijke relatie tussen Bundi en de voortvluchtige Robert Putter. Ja. Robert Putter, ik weet of de luisteraars dat nog weten, hij was betrokken bij de vastgoedfraude die gepleegd was door het criminele samenwerkingsverband van Gilmore Hoefdraad en Gilmardo Cromosuto. Ja. Ja, hij is nog steeds voortvluchtig. Er is een opsporingsbericht uitgevaardigd toen, hè, met betrekking tot Robert Putter. En dan, zodoende, al dus, even kijken, ja. Ja. Bundi dus, wat ik zie dat Robert Putter op 1 juni 2007 is hij uit dienst getreden uit zijn familiebedrijf. Ja. Op diezelfde dag heeft Robert Putter hem opgevolgd in zijn familiebedrijf. Even, wie is uit dienst getreden bij het familiebedrijf?
Robbie Bundy is op 1 juni 2007 uit dienst getreden. Hij is opgevolgd door Robert Putter. Die is directeur geworden bij RBVA. Ja, bestuurslid. Bestuurslid, oké. Op de website van, van het familiebedrijf van meneer Bundy staat dat er veel waarde wordt gehecht aan de sterke familieband en dergelijke. Ja. En de familierelaties en dergelijke. Dat eigenlijk de kurk is waarop het bedrijf draait van wie ze de hechte familieband. Ja. Dat mag allemaal, niks aan de hand. Nee. Ja. Vervolgens zie ik dan, dus toen Bundy daar uit dienst trad, is hij opgevolgd door Putter. Maar gezien de hechte familierelaties, de hechte familieband, gezien het aspect van familiebedrijf, gezien het feit dat directe familierelaties van Robbie Bundy tot de bestuurder van dat bedrijf behoren, kan geconcludeerd worden dat Bundy ook na zijn uittreding bij dat bedrijf zakelijke relaties had met de toenmalige bestuurder Robert Putter. Ja. Althans, hij heeft de schijn tegen zich, Fred. Ja, duidelijk. Ja? Ja. En toen, op 1 januari 2014, is Robert Putter uit het bedrijf getreden. Ja. Is hij daarna vertrokken naar Suriname om het regime van Bouterse te steunen of deel te nemen aan de criminele organisatie onder het regime van Bouterse. Mm-hmm. En met die criminele organisatie bedoel ik Hoofdraad, Kromosuto en anderen. Ja, ja. Dus 1 januari 14 is Robert Putter gaan deelnemen in die criminele organisatie. Ja, ondertussen was hij bestuurder van RBVA. Nee, hij is uit dienst getreden, hè, toen. Is in 2014 weggegaan bij Bundy? Ja, 1 januari is hij uitgetreden bij het bedrijf van Bundy. En toen is hij in Suriname verder gegaan. En toen is hij naar Suriname gegaan. Maar al deze aspecten, Fred, als ik zoveel dingen zie, dit hebben gemaakt dat Robbie Bundy mijn extra aandacht getrokken heeft. Ja. En toen ben ik gaan zoeken, hé jongens, wie is deze man? Wat is zijn rol hierin? Want ik ga hem niet zomaar uit het niets onderzoeken. Nee, precies. Er moet aanleiding daartoe zijn. Ja. En al deze dingen wat ik hiervoor genoemd heb, die hebben mij aanleiding gegeven om te kijken van wie is deze man? Ja. En hoe is het aan toegegaan? En toen zag ik van oké, Tikaram heeft het gekocht. Oké, zijn zakenpartner of in ieder geval Stroomman wordt er gezegd. Dus, dan is het zaak om te wachten, want bij stroomaanconstructie, Fred, is het namelijk zo dat de eerste koper niet de directe koper is, want die is een stroomaan. Ja. De echte koper, die koopt het binnen 6 maanden. En waarom binnen 6 maanden? In Nederland is het zo geregeld, volgens de belastingwetgeving, dat indien je een pand binnen 6 maanden verkoopt, dat er geen overdrachtsbelasting verschuldigd is, of minder overdrachtsbelasting. Ja. Ja? En ik had al een vermoeden dat Bundy binnen 6 maanden dit pand zal overkopen. Ja, Dus ik bleef stilzitten. Mensen vroegen, jongens, waarom schrijf je geen column over SLM? Ik dacht, nee, je moet even stilzitten en wachten op de juiste timing. Om te kijken, van koopt hij het nou wel of niet? Want in dit voorbeeld van SLM zou hij 27.584 euro bespaard hebben aan overdrachtsbelasting. Dat zou Bundy bespaard hebben indien hij binnen 6 maanden dat pand overgekocht zou hebben. Voor een appel en een eitje misschien. Ja. Maar goed, die route zal Bundy niet meer bewandelen, want die route is al besmet. Ja. Snap je? Dus hij is al alert gemaakt. Ja. Maar dit is het voorbeeld waarom wij niet zomaar dingen moeten roepen. Soms kunnen dingen een onderzoek goed frustreren. In dit geval mijn onderzoek, wat ik al op gang had gezet met betrekking tot Robbie Bundy, is dat onderzoek behoorlijk gefrustreerd. Maar zeg jij dat hier waarom ik soms in zaken stil zit en de juiste timing afwacht. Ja, maar zeg jij dat de verkoop van dat pand, SLM, dubieus is en dat in die dubieuze status Robbie Bundy een dikke vinger heeft? Nou, komen we straks erop. Ik heb verder ook uitgezocht. Ja, vertel. Of Robbie Bundy de geldverstrekker is. Ach, ja. Dat is ook mogelijk dat hij het pand niet gekocht heeft, maar misschien is hij de geldverstrekker. Misschien heeft hij de hypotheek gevestigd op dat pand.
En dan kan Tikaram zogenaamd niet betalen en hij legt beslag op dat pand en heeft hij het weer in zijn boezem. Ja. Dat soort constructies zijn ook mogelijk. Ja, maar dat zijn toch bij de notaris vastgelegd zijn, dat als het zo is wat jij zegt, dat Bundi toch wel de hypotheekverschaffer is? De hypotheek wordt notarieel vastgelegd. Ja, ja, ja. Maar ik ben ook gaan zoeken. Ja. En toen? Is hij wel of geen hypotheekverstrekker? Ja. Nou, bij kadaster, de gegevens of documenten die ik daar heb kunnen halen, daaruit blijkt dat Robbie Bundi geen hypotheekverstrekker is. Nee, oké. Okay. Ja? Dus dat punt is dat moet ook gezegd worden. Hij is geen hypotheekverstrekker. Ja. Maar daarmee is niet uitgesloten dat er misschien een onderhandse leenovereenkomst bestaat tussen de heren Bundi en Tikaram. Dat weten we niet. Nee. Dat zal ook moeilijk te bewijzen zijn. Ja. Wat we niet weten, gaan we niet stellen. Nee. Maar ik sluit dat niet uit. Maar staat bij de kadaster niet vermeld in de akte waar het geld dan voor de transactie, de koop-verkoop vandaan komt? Nee. Dat wordt niet verteld. In een leveringsakte wordt dat niet verteld. Nee. Alleen als er een hypotheek gevestigd wordt in het kader van derde bescherming dat wel vermeld. Ieder ander moet weten, rust er hypotheek op dat pand, of nee? Ja. Maar oké, dus maar in bij de verkoop en koop is er geld toch? 250.000 euro is betaald. Inclusief belastingen iets van dan 27.000 erbovenop. Ja. Die overdracht van zeg maar koop met betaling, dat wordt toch ook geregistreerd bij de notaris. De notaris toetst toch waarmee betaald wordt? Ja, hij toetst. Ja. Als hij gaat zien dat je in contanten betaalt, zal hij een melding doen van ongebruikelijke transactie en dat soort zaken. Ja. Dus, maar goed, dat zijn details hè, in het notarieel beroep. Daar wil ik niet veel over hebben. Nee. De notaris toetst dat wel degelijk. Ja. En nu even verdergaand. Ja. Het pand is verkocht op 12 juli. Ja. Precies op 13 juli is Bicis eruit betaald. Ja, klopt, ja. Een dag erna. Ja. En Bicis heeft een directe bemoeienis gehad, een rechtstreekse bemoeienis gehad met de verkoop. Hoe? En precies hier wringt de schoen. Hoe heeft hij directe bemoeienis gehad? Hij heeft bemoeienis gehad met de verkoop van het pand. Ja, wat was zijn rol? Ik ga dat niet hier publiekelijk zeggen, maar mijn informatie wijst uit dat hij rechtstreeks bemoeienis heeft gehad met de verkoop van het pand. Hij is betrokken geweest bij de totstandkoming van die transactie. Juist. Okay, precies, hier wringt de schoen. Er zijn mensen die zo lang op hun geld wachten. Ja. Er zijn betalende reizigers die 500 US extra moeten betalen, neertellen op een ticket die ze al lang hadden. Ja. Ja, dus alles wordt verhaald op de betalende reiziger. Ja. Er zijn schuldeisers die al zo lang wachten op het geld. Ja. En wat zien wij gebeuren? Het pand wordt verkocht en Bicesser is de eerste die zijn geld vangt, die zijn geld neemt. Ja. En hier wringt de schoen. Dat vind ik niet zo netjes, Fred. Ja. En wat we ook zien, de waarde van het bedrijfspand. Want daarover zijn er heel veel berichten geweest. Iedereen heeft links en rechts commentaar daarop gegeven dat het een half miljoen waard was, dan weer een miljoen. En dat klopt niet? Dat klopt voor geen meter, man. Ja. Het zijn sensationele berichten. Ook mediawerkers die hun verantwoordelijkheid niet kennen, hebben dat soort bedragen genoemd in hun berichten. Ja. Ja, dat laat ik aan hun over, maar zo werk ik niet. Maar even voor de goede orde, ik heb zelf ook gezien, Funda en daar waar panden verkocht worden, dat in de contraille van die straat, panden voor 4-5 ton weggaan. Dat heb ik zelf bekeken, dus niet verder weg van dat pand van SLM. Huisnummers een paar deuren verder, die stonden te koop, waren in de verkoop voor 4-5 ton. En waarschijnlijk baseren mensen die uitspraak op die informatie. Dus waar lag het verschil in? Dat die panden dan wel voor 4-5 ton weggaan, los van die taxatie. En dat het pand van SLM uiteindelijk voor 2,50 is weggegaan. Kijk Fred, volgens mij maak je diezelfde... Vraag het joh. Leg het ons uit. Jij weet het toch? Je hebt het onderzocht. Okay. Ja. Kijk... die 400.000 of 500.000 euro waarvoor die panden weggaan, dat zijn woningen. Oké.
Ja. Dat zijn panden met woonbestemming. Ja. Panden met woonbestemming waar je mag wonen, ja. Dus een woning. Ja. Dat soort panden zijn vele malen duurder dan een bedrijfspand waar je niet mag wonen. Ach zo, ja. Daar ligt het verschil. De vraag naar woningen is vele malen groter dan de vraag naar bedrijfspanden waar je niet mag wonen. Nee, duidelijk. Vraag en aanbod. Ja. Maar dat is in zijn algemeenheid, hè? Ja. Dus men heeft inderdaad, heb ik gezien, Fred, dat soort berichten langskomen. Ja. Ja, dus de vergelijking van, oké, hier is een woning voor 480 verkocht en daar is SLM-pand voor 250 verkocht. Ja. Nee, maar men heeft appels en peren vergeleken, Fred. Ja. Je kan de prijs van een woning nooit vergelijken met de prijs van een bedrijfspand waar je niet mag wonen. Ja. Ja? Ja. Dat is het taxatiewaarde is minder, hè, wat jij zegt. De waarde van een pand als bedrijfspand vergeleken bij een woonhuis is vele malen minder. En wat er ook speelde, Fred, erfpachtkanon die jaarlijks betaald moet worden. 7021 euro per jaar voor dat complex daar. Ja. Dat speelt ook. Het is geen eigendomspercentage. Nee. Want ik heb ook gekeken van, want ik zag zelf bedrijfspanden van ongeveer dezelfde grootte werden voor een veel hogere prijs verkocht. Ja. Dat is appels met appels vergelijken, totdat ik erachter kwam van, dit is ook geen appels met appels vergelijken. Ik doe ook aan appels met peren vergelijken, want die bedrijfspanden die voor een veel hogere prijs verkocht werden, die waren eigendomspanden. Ja, duidelijk. Ja. En dit is geen eigendomspand, er is erfpachtkanon erop. Ja. Want eigendomspanden, dat behoeft geen nadere uitleg, denk ik. Die zijn vele malen duurder. Kijk in Suriname, een pand met grondhuur, of een perceel met grondhuur, is veel goedkoper dan een perceel, dan een eigendomsperceel. Zo is het in Nederland ook. Een erfpachtpand of perceel is veel goedkoper dan een eigendomspand of eigendomsperceel. Ja. Dus dat speelde ook. Dus men moet dit goed in de gaten houden als men vergelijkingen maakt. Men moet geen appels met peren vergelijken. Wat er ook speelde, Fred, links is er een seksshop. Rechts is er een tattooshop. Schuin tegenover ietsje verder is er een coffeeshop. Ja. Drugsverkooplocatie. In die straat zijn er 4 coffeeshops, dus 4 drugsverkooplocaties. Dat zijn geen zaken die een waardeverhogend effect hebben voor de panden al daar. Ja, ja. En dat heeft gemaakt dat er 250.000 uiteindelijk geboden is. Door al deze dingen zal er weinig animo geweest zijn voor dat pand. Een goede belegger die denkt 10 keer na voordat hij daar zijn geld in gaat stoppen. Ja. En ook eventuele toekomstige bestemmingsplannen, die spelen ook een rol. Ja. En ik heb in dit kader, dacht ik van, kom op Play Sabiman. Ja. Kom actie de massa Sabing echt. Ja? Ja. Ja? Ik heb geen kennis van alle zaken. Ja. Dus heb ik toen 3 taxateurs benaderd. Ja. In Rotterdam. Ik ga geen taxateur van Den Haag benaderen voor iets dat in Rotterdam zich bevindt. Dus ik heb 3 Rotterdamse taxateurs benaderd. En een van die taxateurs, Camille Schuurman, die heb ik zelf ook genoemd in mijn column. Zijn naam en toenaam, zijn website heb ik ook genoemd. Zodat mensen ook kunnen zien dat het een gerenommeerde makelaar taxateur is. Ik heb niet iemand zo van de straat gepikt van, geef je zienswijze hierop. Ja. Ja? Dus alle 3 taxateurs, kijk, een beëdigde of gecertificeerde taxateur mag nooit een waardeindicatie geven zonder een zaak getaxeerd te hebben, zelf getaxeerd te hebben. Dat mogen ze niet. Nee. Dus ik moet haasten om erbij te zeggen, ze hebben de waardeindicatie niet gegeven. Ze hebben wel gezegd van, of ze hebben mij wel verteld, hoe de methode van berekening is. Hoe je tot een waardetaxatie komt. De methode ervan hebben ze mij uitgelegd. En als ik die methode dan zo hanteer, dan is een bedrag van 250.000, komt dat bedrag mij niet onredelijk voor. Ja. Alleen, de taxateurs, vooral Camille Schuurman, die deed wel een interessante uitspraak. Hij zei van, kijk, Sunil, dat ding is misschien voor 250 verkocht, ja, maar het is best wel mogelijk dat er meer geld voor gekregen zou kunnen worden. Indien men het pand
te koop aangeboden zou hebben met een bieden vanaf prijsaspect. Ja. Op Funda in Business. Funda in Business is de website, toen aangevende website in Nederland, waarop panden verkocht worden, bedrijfspanden. Ja? Ja. En daar is het niet te koop aangeboden. Hij zei van, als men daar te koop aangeboden zou hebben met het aspect van bieden vanaf prijs, dus je mag bieden, ja, vanaf zo'n bedrag, bijvoorbeeld bieden vanaf 270.000, hij zei dat het best mogelijk is dat men ietsje meer ervoor had kunnen vangen. Ja. En elke euro is van belang in het proces waarbij SLM naastig op zoek is naar elke cent. Ja, precies. En daar wringt de schoen een beetje. Ja. Nou, niet een beetje. Hier wringt de schoen een beetje. Ja. Op zijn zachtst gezegd, men is niet op zoek gegaan naar de hoogste prijs die men ervoor zou kunnen krijgen. De staat waarin SLM zich bevindt op dit moment, Fred, ik zou mijn best doen voor elke cent die ik in het laadje kan brengen of precies kan krijgen. Ja. Ja? Dus men heeft niet zijn uiterst best gedaan om de hoogste prijs te krijgen voor dit pand. En dat vind ik een kwalijke zaak. Ja. Moet ik, Fred? Moet ik even concluderen met dit wat je zegt, Sunil? Mm-hmm. En de naam van Bundi en Tikaram en die constructie, dat uiteindelijk daar het pand naartoe is gegaan, dat dit onderhands een beetje met elkaar onderling geregeld is. En dat het niet te veel gedaan is om een betere prijs te krijgen. Eigenlijk goedkoop het pand ten goede is gevallen van vriend en familie in dit geval, Bundi. Oh ja, ik zou dat niet zo stellen, maar kijk. Ja. Er is wel eens verkocht binnen een beperkte kring. Ja? Ja, ja, toch? En ik weet niet wie allemaal tot die kringen hebben behoord. Wie allemaal. Nou ja, je hebt het net uitgetekend voor ons, toch? Hoe die lijnen lopen. Ja, ja, ja. Ja, en ik had een van de RVC-leden hier op de radio, meneer, hoe heet die, meneer Ravenberg. En die zei dat het pand getaxeerd was door een taxateur. Ja, ik weet het. Ik kom straks erop, Fred. Ja. Laat me even dit afmaken. Ja, moeten we wel snel doen, want de tijd vliegt. Goed. Ja. Kijk, wie allemaal tot die club van bieders hebben behoord, weten we niet. Wanneer dat biedingsproces is begonnen, weten we niet. Ja. Ik heb gehoord dat De Haan zei van, er is een biedingsproces, zo is iedereen mocht bieden. Nou, ja. ik heb nooit een bericht gezien over het feit dat het pand te koop is en dat iedereen, Jan en Allenman mag bieden, Fred mag bieden, Sunil mag bieden. Pietje mag bieden. Ik heb nooit zo'n bericht gezien, Fred. Precies. Ja? Ja. Ja. Dus op dat punt vind ik het een kwalijke zaak. Ja. Wie heeft allemaal geboden? Waar is het biedingsproces geweest? Waar heb je de bekendmaking geplaatst? Waar zijn de advertenties? Ik heb die dingen niet zien langskomen. En daardoor concludeer ik dat dit biedingsproces op gang gezet is binnen een select gezelschap en binnen een select groep van personen. Zo kom ik tot deze conclusie dat gezelschap een zeer select gezelschap was en niet voor het openbaar publiek was. Dus op dit punt zou ik graag opheldering willen hebben wie allemaal tot dat clubje behoort hebben. Ik hoop dat iemand van de SLM hierop opheldering verschaft. Ja, ja, maar goed, de kaarten liggen op tafel op dit moment toch? Je hebt het net heel mooi uitgetekend. We weten uiteindelijk waar het pand terecht is gekomen, welke lijnen tussen de koper en de ander er zijn, die dichtbij en SLM en de president zitten. De conclusie is toch hoog getrokken? Kijk, men heeft de schijn tegen zich. Ja. Het feit dat het biedingsproces niet en openbaar is geweest, ja, ja. Men zegt dat het openbaar is geweest, Fred, maar jij en ik hebben dat nooit gezien, nee, nooit zien langskomen in de kamer. Ja. Ik denk dat jij dat ook niet gezien hebt. Ja. Ik heb dat ook uitgezocht op de website van SLM. Ik heb zo'n advertentie nergens gezien. Ja. Ja, dus het is geen openbaar biedingsproces geweest. En gezien de rol van Bundi en zijn clubje en dergelijke. En dat het verkocht is aan een zakenrelatie van Bundi. Hierdoor kweekt men de schijn tegen zich. Dat men bewust dit binnen een beperkt gezelschap gehouden heeft. Dus dit zijn de redenen waarom men de schijn tegen zich nu heeft, dat het een onderoosje is geweest binnen een select gezelschap. Duidelijk, duidelijk. Ja? En dat is de Haan aan te rekenen, zeg jij? Ik weet wie dit aan te rekenen is, ja, maar hij was de directeur. Hij was toch wel de stuurder, de opdrachtgever voor de verkoop van het pand, toch? Niet de RVC.
Ja, hij is de opdrachtgever geweest, maar ik weet of hij zich rechtstreeks bemoeit heeft met wie en wel, wie hij, wel of niet. Hij heeft de verkoopovereenkomst, de koop en verkoop getekend. Mm-hmm. Toch? Dan nee, heb nee, je toch. Nee. Ja, ik zag dat hij de verkoper was aan de zijde van de verkoper. Ja, ja toch? Nee, hij was niet fysiek aanwezig. Namens hem heeft iemand getekend. Ja, duidelijk. Dat snap ik wel. Maar als jouw naam erop staat en je machtigt een andere om die handtekening voor jou te plaatsen, dan mag ik toch tenminste aannemen voor een CEO van zijn formaat, dat hij weet waarom zijn naam op een document staat, toch? Ja, ja maar hij heeft gezegd, Fred. Ja. Het is verkocht aan de hoogste bieder. Dat heeft hij gezegd. Maar dan is toch niet waar? Nee, dus dat vraag ik me nu af. Aan wie? Ja. Wie was de... Hoezo is het verkocht aan de hoogste bieder? Ja. Ik heb dat biedingsproces nooit zien langskomen. Nee, precies. Dus op dit punt denk ik niet dat hij de waarheid gesproken heeft. Dus dit verdient of vraagt om nadere opheldering. Ja. Okay. Hij heeft gezegd dat het verkocht is aan de hoogste bieder. En als die hoogste bieder binnen Friends and Family behoort, dan ben ik die Friends and Family dankbaar dat ze €250 betaald hebben. Dat is wat hij gezegd heeft. Ja. Ja, ja en verder, een notaris in Nederland mag een prijs, mag een onroerend goed nooit verkopen onder de taxatiewaarde. Het mag niet. En toch heeft hij het gedaan? Nee, dat weet ik niet. Nou ja, Ravenberg zegt, het pand is getaxeerd voor €310.000. Ja? Ja. Man is RVC lid, hij zegt het vol overtuiging hier. Ik heb dat bandje dat zo ja, is. Ja, ik weet het. Ik heb hem ook die vraag gesteld van waarom dan voor 250.000. Nou ja, hij zegt dat de beste, dat was één koper en die bood dat bedrag. En dat hebben we aan, uiteindelijk hebben we op dat bod ingegaan en we verkocht. Zo van, het zou wel goed zijn. Dus iemand bood 310.000? Nee, 250.000. De taxateur heeft getaxeerd voor 310.000. Ja. En de bieder 250.000 is in de prijzen gevallen. Ja, kijk, de taxatiewaarde is niet iets van, laat me het zo zeggen, iets is getaxeerd, maar wil niet zeggen dat je die prijs ervoor kunt krijgen. Nee, maar jij zei net... Ja, laat me even mijn vraag afmaken. Ja, Als het getaxeerd is voor een bepaald bedrag, wil niet zeggen dat je die prijs kunt krijgen. Nee, je kunt een hoger prijs krijgen, maar je kunt ook een lager prijs krijgen. Dat snap ik. Dus beide zijn mogelijk. Ja. Je kan, het is getaxeerd voor 310 bijvoorbeeld, maar je kan misschien 350 vervangen. Duidelijk. Gebeurde hè, de laatste jaren. Als je met een bieden vanaf prijs daar adverteert, is best mogelijk dat je een hogere prijs vangt. Ja. Ja. Maar het is ook mogelijk dat je dat bedrag waarvoor het getaxeerd is, niet kan verkopen. Want de kopers zeggen, links is een sexshop, rechts is er een tattoo shop, daar is er een coffee shop. Nee, hier ga ik mijn geld niet in stoppen. Nee. En dat je een lagere prijs voor krijgt. Ja. Dus de taxatiewaarde is niet de prijs die je ervoor überhaupt per definitie zou kunnen krijgen. Ja. Dus daarop kan ik dan geen harde stelling opnemen. Nee. Gezien deze reden, Fred. Ik kan geen stelling daarop nemen. Nee, duidelijk. Nee, omdat het vraagt om opheldering. Je zei net dat in Nederland het een notaris verboden is een pand onder de taxatiewaarde te verkopen. Juist. Dat zei je net. Juist, en daarom zei ik van, hoe kan dat dan, dat ze dan toch wel voor 250 hebben weggedaan. En dan tenminste, en de volgende, het is een noodlijdende organisatie, hè, heeft geld nodig. En je weet dat je op pand 310 aan waarde heeft. Dan ga je toch niet aan de eerste beste koper het verkopen. En nota bene, dit riekt dan toch wel een beetje onderling geregeld. Toch, wat jij allemaal daar hebben we eerder over gehad. Er is geen openbaar biedingsproces geweest. Ja. Dus gezien dat soort zaken heeft men de schijn tegen zich dat er een ander onsje is geweest. Ja. Dat er aan een beperkt gezelschap verkocht is. Ja, dat hebben we over gehad. Ja. Kijk even over de notaris. De notaris mag niet onder de taxatiewaarde verkopen. Ja. Maar er zijn escape mogelijkheden daarin. Er zullen dingen voorgevallen zijn. Of er zullen redenen genoeg geweest zijn waarbij de notaris dit voor €250.000 gepasseerd heeft. Ja. Want als die notaris geen goede redenen daartoe heeft, wordt hij ontzet uit het ambt. Ja. Ik denk niet dat de notaris zich zal lenen voor een klein tientje money
om dat risico te lopen dat hij uit het ambt gezet wordt. En men heeft van alles bedacht, hè, om die notaris te helpen om uiteindelijk voor een lagere prijs het weg te doen, zoals zij zegt, seks, ik denk niet dat de notaris dat risico zal nemen voor een bedrijf als SLM en voor dit soort kleine bedragen. Nee. Maar wij kennen de verhalen in Rotterdam, hè, dat notarissen zich toch wel gezondigd hebben aan goed transacties waarbij... Dat weten we. Ja, er zijn diverse notarissen uit hun ambt ontzet voor goed, voor het leven. Ja. En gelukkig ook, want daardoor gaat elke notaris zich 10 keer bedenken voordat hij zoiets doet. Ja. Er is een behoorlijke straf erop. Ja. Dus waarom het voor 52 verkocht is, dat vraagt om opheldering. Ik ben ook graag benieuwd naar waarom is het voor 52 verkocht terwijl het getaxeerd is voor 310. Misschien waren er geen bieders, maar je hebt geen openbaar biedingsproces gehad. Ja, duidelijk. Concluderend, Sunil, met alles wat je gezegd hebt, hè, vanaf het begin tot en met nu toe, met mits en maren, morele kwesties, hè, van integriteit, ethische moreel aspecten, is deze zaak van de SLM een zaak dat enorm stinkt? Het stinkt hier en daar wel, maar niet dat het enorm stinkt. Kijk, over waarom het voor 52 verkocht is, weten we niet. We hebben geen antwoord op die vraag. Maar het stinkt toch, hè? Het heeft een nare smaak. Het is een nare smaak. Het stinkt, het heeft wel een nare smaak. Ja. Er zijn veel vragen die onbeantwoord zijn gebleven. Ja. Ik hoop dat mensen dit horen wat we hier bespreken. Ja, precies, en zeker. Dat men iemand die meer verstand van zaken heeft ook antwoord geeft of ook zijn zienswijze hierop kan geven. Ja. Maar het liefst mensen die verstand van zaken hebben. Ja, die mensen wil ik luisteren. Nee, duidelijk. Maar we hebben allemaal verstand van zaken, Sunil. Nee. Daarom ben ik voorzichtig in mijn stellingen. Ik ben geen man van alle zaken. Ik ben geen Albert Ramdin, die van alles kennis heeft. Ja, maar de president, die gaat hierin niet vrij uit. Hij is toch, bij hem hangt een hoop van verantwoordelijkheid en schuld als het gaat om het feit dat deze zaak zo erg is gaan stinken. Dat het een onsmakelijke geur afgeeft. De president gaat zeker niet vrij uit, Fred. Hij heeft altijd van die halve maatregelen, die stiekem dingen, zou je het ook. Allemaal, hij heeft een hele muur om zich heen gebouwd en om zijn deskundigen. Hè, deskundigen. Ja. Ja, hij heeft heel veel sabimans die eigenlijk geen sabimans zijn, zeg je. Allemaal heeft hij sabimans, los sabimans dit op. Terwijl niks meer Yagi. Het is net als het huwelijk. Hè? Mensen die er buiten staan, het huwelijk is net als een hele hoge muur. Degene die er buiten staan, die willen erin. Maar degene die erin zijn, die willen eruit. Okay. Maar je kan niet meer eruit, jongen. Je bent al in het gevallen. Ik ga je danken, Sunil. Dat is een grapje. Ja, leuk. Nee, anderhalf uur hebben we gesproken. Ik denk dat we heel veel besproken hebben met elkaar. En ik ga je bedanken voor je uitweiding, je uitvoerige analyse toch wel beantwoording van de vragen, waardoor een aantal zaken duidelijk verduidelijk zijn, verantwoordelijkheden daar gelegd zijn waar ze thuis horen. En de tijd zal het leren.